Net zoals elke maand maken we een macro-economische analyse op met Hans Bevers, Chief Economist bij Bank De Groof Peterkam. Ja Hans, ik denk dat het duidelijk is, de komende maanden, daar zijn er twee evenementen die bijna alles gaan bepalen. Enerzijds heropflakkeringen van COVID wereldwijd en anderzijds de Amerikaanse presidentsverkiezingen die eraan komen in november. Laat ons toch maar beginnen met de actualiteit. Niet alleen bij ons, maar ook in andere landen zien we het aantal coronabesmettingen weer oplopen. Hoe groot achten jullie eigenlijk de kans op nieuwe overheidsmaatregelen en wat kan de economische impact zijn? Wel, die besmettingen lopen inderdaad op en dat is duidelijk. We zien dat op vele plaatsen, niet enkel in België. Tot nu toe worden er vooral gerichte maatregelen genomen, niet zozeer in België, maar we zien die bijvoorbeeld wel in en rond Parijs, in en rond Madrid, ook in een aantal Britse regio's, in Spanje ook. Dus het is vooral daar waar nu op gefocust wordt, eerder lokaal, niet zozeer globaal. Maar het vormt wel een bedreiging, en dan bedoel ik de opstoot van het virus, die vormt wel een bedreiging voor het economische herstel. We hebben gezien tot welke economische cijfers een lockdown kan leiden. We hebben gezien in het tweede kwartaal, die waren absoluut dramatisch, die economische cijfers. Maar laat me hier toch even gebruik maken van de gelegenheid om te zeggen dat het niet zozeer een trade-off is, een afruil tussen economie en gezondheid. Het is echt wel beide. Als je ziet dat die infecties blijven stijgen, niet onder controle worden gehouden, dan zal dat ook de ongerustheid aanwakkeren en dat zal ook een impact hebben op de economische uitgaven van gezinnen en bedrijven. Dus dat moet in alle tijden vermeden worden. Is dat een les die we geleerd hebben uit die eerste lockdown? Dat het inderdaad geen trade-off is, maar dat de economie moet verder gaan? Dat is inderdaad een heel belangrijke les. We hebben gezien het voorbeeld van Zweden, als we het vergelijken met een aantal andere Scandinavische landen. We zien dat ook in een aantal Amerikaanse staten. Dus die vrees voor het virus is echt wel pertinent en gaat ook een impact hebben op die uitgaven. Er zijn nog andere lessen natuurlijk. Hè. Die samenwerking tussen overheid en markt. Dus dat de overheid, die sociale zekerheid, heel belangrijk is. Maar dat is zeker een belangrijke les, ja. Je sprak daarnet al over de grote economische schade die we gehad hebben in het tweede kwartaal. Hoe zien jullie het economisch herstel nu evolueren? Tot nu toe verloopt dat herstel eigenlijk min of meer zoals we gedacht hadden. Dan willen we zeggen dat we initieel, dus na de versoepeling van de restricties en toch het beter onder controle krijgen van het virus, dat we een forse heropleving verwachten. Natuurlijk, je komt van een heel lage basis, dus eigenlijk was dat volledig logisch. En we zagen dat in de industriële productie, in de consumptieuitgaven, ook de internationale handel, op de arbeidsmarkt, dus echt wel een herstel. Maar natuurlijk, ons scenario was er ook volledig op voorzien om te zien dat het economisch herstel zou afvlakken, dus zou afkalven na die initiële heropleving, dat het mondjesmaat maar verder zou herstellen. En dat is uiteindelijk ook wat we vandaag zien, door de impact van het virus, maar ook door bijvoorbeeld onzekerheid qua beleid, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar toch gekibbeld wordt over een nieuw stimuluspakket. Zijn er veel verschillen tussen de regio's? Ja, toch wel. Dat zien we in Europa, het zuiden van Europa, toch meer afhankelijk van toerisme bijvoorbeeld, en het noorden van Europa. We zien het ook tussen bedrijven, tussen sectoren, dus heel oneven, een fragiel herstel. We zien het ook in een aantal Amerikaanse staten waar er verschillen zijn. En dan, als je het wereldwijd bekijkt, is het toch zo dat China toch het voortouw neemt. Daar heb je eigenlijk wel tekenen van een V-vormig herstel. Met eindelijk ook de consument die nu, omdat het aantal besmettingen is teruggelopen, meer dan in andere landen, een betere controle ook, dat eigenlijk ook de consument terug het geld laat rollen. Intussen zijn we er ook aan gewoon geraakt dat de centrale banken zeer prominent aanwezig zijn in het beleid. Het ziet er niet naar uit dat dat gaat veranderen. Hè? Nee, dat is zo. Uiteindelijk is dat al meer dan een decennium het geval. Dat blijft zo. Centrale banken blijven fors inzetten op een zeer soepel monetair beleid. Dan heb ik het over die onconventionele beleidsmaatregelen die we al kennen van het vorige decennium, die volop in de schijnwerpers blijven staan. Negatieve rentevoeten, het opkopen van bedrijfspapier, overheidspapier, sterke forward guidance ook. Hè? Want uiteindelijk de inflatiedoelstelling wordt al heel lang niet bereikt. Kerninflatie tussen 2008 en 2020 in de Verenigde Staten 1,6%. Duidelijk onder de doelstelling van 2%. Kerninflatie in de eurozone 1,1%. Gemiddeld over diezelfde termijn. Duidelijk onder die doelstelling. Dus centrale banken blijven zeer hard vasthouden aan die duidelijke communicatie. Dat de rentevoeten nog heel lang laag zullen blijven voor heel lange termijn. Dat zag je ook weer spiegeld in de laatste beleidsherziening van de Federal Reserve Bank in Amerika. Dat zal ook bevestigd worden door de
Europese Centrale Bank, hè, door mevrouw Lagarde. En dan wordt er gedoeld op het feit dat ja, de rentevoeten niet onmiddellijk naar boven zullen gaan wanneer dat die arbeidsmarkt herstelt, wanneer die werkloosheid gaat, daalt en daalt en daalt. En dan zal er gewacht worden tot uiteindelijk er duidelijke tekenen zijn dat die inflatie toch duidelijk boven die doelstelling van 2% komt. En dat is belangrijk om die inflatieverwachtingen toch steviger te verankeren. Dus dat betekent eigenlijk ook voor financiële markten dat je nog heel lang heel lage reële rentevoeten zal zien, negatieve reële rentevoeten zal zien. En dat zal een belangrijke ondersteunende factor zijn ook voor, of een van de belangrijke ondersteunende factoren zijn voor risicovolle activa. Het is duidelijk dat die lage rentevoeten dat het nog een lange tijd gaat duren. Zie jij andere tendensen waarvan we nu al weten dat ze zich zullen doorzetten op de langere termijn? Ja, je weet, zoals het gezegde dan klinkt, hè, dus mensen hebben nogal de neiging om het verleden te overrationaliseren, het heden te overdramatiseren en de toekomst te onderschatten. Dus we moeten altijd voorzichtig zijn met die toekomstige voorspellingen. Maar een aantal trends zijn denk ik wel vrij duidelijk. En dan heb ik het over het einde van die hyperglobaliseringsperiode, dus na de val van de Berlijnse muur tot aan de grote financiële crisis. Meer en meer teken toch van deglobalisering, een aantal kinken in de kabel van de aanvoerketens, globaal ook. Bedrijven die daar een grotere focus leggen op het risicoaspect. Ook de handelsspanningen natuurlijk tussen Amerika en China, die meer en meer zich vertalen in echte technologische spanningen. Dat zal ook niet verdwijnen. Integendeel, de retoriek kan misschien wat veranderen bij de nakende of wanneer de nieuwe president zal verkozen worden. We zullen dat moeten afwachten. Maar ik heb het ook over de rol van de staat bijvoorbeeld, een grotere rol van de staat. Ook dat zagen we al, een duidelijker samenwerkingsverband tussen markt en overheid om toch de meest kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Want uiteindelijk, die pandemie is ook heel ongelijk. Maar we hebben het uiteindelijk ook over klimaatinspanningen. Dus het klimaat is en blijft heel belangrijk, een thema dat niet meer weg te denken is ook in het management, het managen, het beheren van financiële activa zoals wij doen. En uiteindelijk ja, zal meer en meer de focus daarop komen te liggen om uiteindelijk die doelstellingen van Parijs te bereiken. Oké, dan gaan we moeten afwachten wie wordt de volgende president natuurlijk. Is het Biden, dan zal er heel veel focus worden opgelegd. Voor Europa is het duidelijk, die slaan die weg in. Is het nog altijd meneer Trump, dan is dat toch een thema dat uiteindelijk minder benadrukt zal worden in de Verenigde Staten. Maar dat gaan we moeten afwachten. Hans Bevers, dankjewel. En ik stel voor die Amerikaanse presidentsverkiezingen dat we daar een volgende keer wat dieper op ja, ingaan. Ja, graag. Dank u.